Schaakvereniging Almelo is een florerende club. Schaken is een trek bij de jeugd. Ze maken maar liefst 60% van het ledenbestand uit. Nou, we zijn hier op dit moment in wijkcentrum De Schelf in Almelo. Onder de thuisbasis van onze schaakvereniging Almelo. Schaakvereniging Almelo telt op het moment zo'n 90 leden. Dat is het ene grootste ledenaantal van Overijssel. 60% van onze leden bestaat op het moment uit jeugd. Dus dat is een mooie onderlaag voor de toekomst straks. Want al die jeugdleden die komen na 10, 20 jaar weer terug omdat ze het schaken bij ons geleerd hebben. Ja, hoe oud was jij toen je begon? 6 jaar of zo, zoiets. Ja? Van wie heb je het eigenlijk geleerd? Ik heb het geleerd van mijn moeder. Wordt er veel schaak gespeeld bij jullie thuis? Ja, ik met mijn broer meestal. En thuis speel ik heel veel op de computer. Dus. Vertel eens, waarom is schaken zo leuk? We hadden een les bij Daniel op school. En ik deed een keer mee met schoolschaken. En het was gewoon een leuke sport. En toen bedacht ik om erop te gaan. Train je? Krijg je les? Ja, 1 keer per week vrijdagavond hier naartoe. En soms wedstrijden. Wat wil je denken? Moet ik hier laten staan of hoe staat Almelo ervoor? In de provincie, landelijk? Het eerste team van onze schaakvereniging presteert inderdaad op landelijk niveau. En staan op het moment op een gedeelde eerste plaats in de derde klasse. Het tweede team van onze schaakvereniging komt uit in de promotieklasse van de onderbond, de Schaakbond Overijssel. En ook die doen nog volop mee om het kampioenschap. Die staan nu tweede. Ja. Is er binnenkort nog een belangrijke wedstrijd te spelen? Zeker. We hebben op 11 maart onze volgende competitiewedstrijd tegen de nummer 1. Dat is ZSG uit Zwolle. En degene die daar wint, dus of Zwolle of Almelo, die gaat er waarschijnlijk met het kampioenschap vandoor. Aha. En waar wordt dat gespeeld? Die wedstrijd wordt gespeeld in de Shamrock. En dat is dan in de twee zalen boven de kroeg zelf.